kenbaar te maken wat er gebeurt op het gebied van vermindering van de leermiddelen. En op wel te wijzen, ouders een bijdrage zouden kunnen leveren aan het halen van betere schoolprestaties van de kinderen. Dus de ondersteuning die ouders hierin kunnen geven. De rol van ouders bij het onderwijs, de betrokkenheid. Vandaag wilde ik u graag zien. Ik denk als je in Kerry bent, dan is het wel heel belangrijk dat ik ook behalve kennis maak, maar dat ik ook een klein beetje met u meteen kan praten over uw werk. Ik vind het altijd heel fijn om ook met dit deel van het personeel contact te hebben. We doen dat heel regelmatig in Paramaribo, worden ook docenten uitgenodigd om een klein onderhoud te hebben, om te praten over schoolprestaties, om te praten over boeken, om te praten over allerlei dingen, het onderwijsproces rakende. En ik denk, het is erg belangrijk. En ik stel het zelf zeer op prijs om met u ook van gedachten te worden wisselen over het onderwijsproces. Ik denk dat de wisselproblemen van de school, die ik wel genoeg is, dat ze dat eerst komen aankaarten. En wat wij misschien nog wel moeten zien, dat wij dat kunnen instelen. Want de wisselproblemen is een directeur en dan kan hij het niet in alle kanten voorleggen. En dan horen wij het ook. En dan gaan wij wel inspelen op zaken die. Oké, ik ga ervan uit dat alles wat u vanmorgen wilde zeggen aan de directeur. Nee, we hebben een aantal zaken van de school aan de directeur al aangegeven. En hij is op de hoogte. Dat is misschien nog aanvullen. Ik wil nog aanvullen als het niet gemaakt is. Er is een heel veel communicatie op de school. Dus als er dingen zijn die de directeur echt wil hebben, of alles op de hoogte. Er zijn in de zaken van elk kunnen niet. Geen verbetering. Zeer betrouwbaar en zeer goed en door deskundigen
deskundige op mag zitten, wordt afgesteld. En dat er een stukje veiligheid in zit. En dan gaat het niet eens om ons, maar het gaat erom dat het ministerie van Onderwijs bij alle tijden het examenwerk zodanig moet laten opstellen, beschermen, dat het inderdaad wij met opgeheven hoofd te beroepen en wezen dat ditgene wat wij hebben gehaald aan resultaten, dat het op een correcte manier is gebeurd.